In de wereld van glitter en glamour, waar de schijnwerpers nooit ver weg zijn, geeft André Hazes een zeldzaam inkijkje in zijn privéleven met Monique Westerberg. Recentelijk deelde de zanger op Instagram een filmpje dat volgens hem een spiegelbeeld is van zijn eigen huishoudelijke hulp of het gebrek daaraan. Het filmpje op Instagram toont een man die slecht doet alsof hij zijn partner helpt, wat André blijkbaar maar al te goed herkent. Zo herkenbaar. Commentarieert hij, waarmee hij onthult dat ook hij thuis de schijn ophoudt als het om huishoudelijke taken gaat. Deze zelfspot en openheid leveren gemengde reacties op onder zijn volgers. André en Monique hebben door de jaren heen een stormachtige relatie gehad, gekenmerkt door hun aanuitstatus. Ondanks hun hereniging leven de twee niet samen wat André als een ideale situatie beschrijft. In een recent radio-interview met Keur in de Middag. Legt hij uit hoe hij zijn week indeelt: maandag, dinsdag en woensdag ben ik altijd bij mijn gezin, en donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag heb ik vrij spel. Deze vrijheid in het weekend, volgens André, stelt hem in staat om zich volledig op zijn muziekshows te concentreren zonder verdere verplichtingen. Mijn show is in het weekend, en door de weeks vind ik het gewoon heel leuk om vrij te zijn, zegt hij. Deze opmerkingen zorgen voor enige speculatie over hoe hij zijn vrije spel precies invult, hoewel hij benadrukt dat hij niets geks doet.